سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, beste mensen, welkom bij Stichting Najiba. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bij deze hebben we dringend jullie hulp nodig, beste mensen. Het gaat om een Syrische broeder, rahimullah, die overleden is. De broeder zou eerst begraven worden zonder wassing, zonder dodengebed en zou begraven worden bij het christelijke gedeelte. Er is contact met ons opgenomen en er is gevraagd of wij kunnen hebben. Uiteraard hebben we ja gezegd, ondanks alle gebeuren. Wij gaan gewoon door op wil van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala is voldoende voor ons. Geer, wij hebben het lichaam overgenomen. Er zijn natuurlijk wat kosten gemaakt, maar wij hebben het lichaam overgenomen. Zodat deze Syrische broeder nog steeds de rostel krijgt, de wassing krijgt en het dodengebed krijgt. En dat die op een islamitische begraafplaats begraven zal worden. Dat is ook onze taak, dat is ook onze plicht om dit te doen. En alhamdulillah hebben we dit kunnen doen. Hij is op dit moment is hij gewassen en ligt in de koeling. Daarbij hebben we nu jullie hulp nodig. We hebben totale kosten nodig, €3300. €3300. Maar van de week is een broeder, jonge broeder bij mij langs geweest. Die heeft mij €1650 gegeven. Waarom? Hij had ingezameld ook voor een overleden persoon, maar dat was niet doorgegaan. En toen heeft hij dat geld hier persoonlijk aan mij gegeven voor de volgende begrafenis. Dit geld zal ik hier instoppen. Dus dat betekent dat €1650 binnen is, maar dat we dan nog tekort komen, ongeveer €1700. Dus €1700 komen we dan nog tekort, barakallahu, beste mensen. Doneren omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, ook al is het maar €1. En zoals de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam in een overlevering aanhaalt is, wie moeilijkheden van een broeder of zuster verhelpt in het wereldse leven, Allah subhanahu wa ta'ala zal onze moeilijkheden verhelpen op de dag des oordeels. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala om daarvoor in aanmerking te komen. Amin ya rabbil alamin. En deze broeder zal ook op de dag des oordeels een getuige voor ons zijn dat we hem niet in de steek hebben gelaten, maar dat wij hem hebben geholpen en hebben gered. Geer inshallah, barakalofakum, doneren omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En dan zullen we hem ook morgen begraven inshallah. En dan wil ik nog erbij zeggen, van de week toen wij zo druk waren met de kleding inzamelen, was ook een Syrisch kindje overleden. De ouders hadden geen geld, zijn vluchtelingen. Mensen hebben gevraagd ook voor hulp. Hebben we ook het kindje tussendoor gedaan. Maar we hadden nog het geld in het potje. En het kindje is inmiddels ook begraven. Het kindje is inmiddels larchemen begraven. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala de ouders geduld en kracht schenken. Dit wou ik met jullie delen. Barakallahu fikum. En ja, doneren van Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.